Hallo, ik ben Leon Laagwater en docent in het voortgezet onderwijs. Ik ga nu een voorbeeldje geven van een les op het smartboard. Ik kan uitleg geven over de opbouw van de aarde, over de kern en de mantel, maar het is veel interessanter om dat voorbeeldje te laten zien via een filmpje op internet. Op deze manier krijgen leerlingen uitleg over hoe de aarde opgebouwd is. Ik ga nu weer even terug naar mijn les. En aan het eind van het filmpje weten ze dus hoe het werkt. Ik kan de leerlingen dat in een oefeningetje ook laten zien of ze de les inderdaad begrepen hebben. Ze kunnen deze objecten verplaatsen en we kunnen bespreken of ze het wel of niet goed gedaan hebben. Er is ook nog een andere manier om oefeningetjes te doen. Leerlingen kunnen deze figuurtjes naar de juiste plek schuiven. En dat kan individueel of in overleg. En als ze dan de plaatjes op de goede plek gezet hebben, kunnen ze dat controleren. Ik heb het helaas allemaal niet goed gedaan. Nou, dan klik ik op opnieuw. En dan gaan we het nog een keer proberen. Nog een keer controleren. Weer allemaal verkeerd. Nou, dan kan ik vragen om het antwoord. Dit is het antwoord wat er had moeten komen te staan. Aan het eind van het filmpje wat ik heb laten zien, wordt een beginnetje gemaakt met de uitleg over hoe een vulkaan of een eiland ontstaat. Ik kan leerlingen vragen om op het bord tekeningen te maken hoe zij zelf denken hoe het werkt dat een vulkaan ontstaat. Dit tekeningetje wordt al in het filmpje laten zien. En ze kunnen nu zelf bedenken als die lagen over elkaar heen gaan schuiven en dat er hier dan een magma ontstaat wat omhoog kan komen en dat hier een eiland ontstaat. Nou, als ze dat bedacht hebben, dan kan ik naar bijvoorbeeld Google Earth gaan. Dan zie je hier dat er een breuklijn aanwezig is, waarin het filmpje over gesproken wordt. Je kan ook een leerlingen vragen om zelf al de breuklijnen op te zoeken. En op die manier is een volledige les gegeven over het opbouw van de aarde. Deze les is gemaakt door de docent zelf. Wilt u ook leren een interactieve smartles te maken? Schrijf u in voor een Smart Masters training op www.smartboard.nl. Benieuwd naar reeds bestaande interactieve smartlessen voor uw vak? Kijk op www.smartopschool.nl en kies Bronnen.